Darmstelsel. De bouw. De dunne darm zorgt voor voedselvertering en voedselopname. De dikke darm gaat geen toevoeging meer doen aan verteringssappen en dit is enkel voor de afvalstoffen en de niet verteerbare voedselresten. Onze dikke darm bestaat uit de blinde darm, het colon, hieronder zien we het colon ascendens, colon transversum en colon descendens en de endeldarm. De functie. Het grootste deel van de spijsvertering gebeurt in de dunne darm. De resten die uit de dunne darm komen, kunnen niet verder verteerd worden. Deze zijn voornamelijk de plantaardige resten, zoals vezels, water en zouten. In de laatste fase van de spijsvertering, deze vindt plaats in de dikke darm. In de dikke darm zijn heel veel bacteriën aanwezig. Bacteriën gaan die plantaardige resten verder verteren. Het slijmvlies van de dikke darm neemt deze resten dan op, samen met vocht en zouten. Doordat er veel vocht onttrokken wordt, gaat het voedselrestant indikken en de ontlasting blijft over. Waaruit bestaat de ontlasting? Deze bestaat uit onverteerbare etensresten, water, slijm, afgestoten darmcellen en bacteriën. Wat moeten we observeren wat betreft het uitscheidingspatroon van onze zorgvrager? Beweegt deze zorgvrager voldoende? Hoeveel drinkt onze zorgvrager op een dag? Heeft hij last van stress, bepaalde ziektes? Neemt hij voldoende tijd om rustig naar het toilet te gaan? Hoe vaak gaat hij naar het toilet? 1 keer per dag? 1 keer per week? Meerdere keren per dag? Neemt onze zorgvrager bepaalde geneesmiddelen in om de stoelgang te bevorderen? En of gebruikt hij hulpmiddelen, zoals een stoma? Luiers. Observeren van de stoelgang. Eerst en vooral gaan we de consistentie observeren. Normaal gezien is deze normaal. Als deze hard is, wil dat zeggen dat de stoelgang te lang in de darm blijft zitten en wordt er heel veel vocht onttrokken. Bij diarree wil zeggen dat er te weinig vocht wordt onttrokken. Eventueel een gevolg van medicatie of een infectie die onze gezonde darmflora gaan verstoren. De kleur is meestal lichtbruin. Is deze wit? Dat wil zeggen dat we problemen hebben met onze galproductie of een slechte leverwerking. Het is juist de galzouten die de bruine kleur geven aan de stoelgang. Groen wijst heel vaak op een infectie. Geel kan wijzen op leverproblemen. Rood op bloeding in rectum of anus. Witte puntjes wil zeggen een aanwezigheid van wormpjes of delen van parasieten, zoals de lintworm. En zwart wijst op een bloeding in het hoger gelegen darmkanaal, bijvoorbeeld het bovenste gedeelte van uw dunne darm, eventueel een maagbloeding. De geur. De geur van de stoelgang ontstaat door gisting van de eiwitten. Hebben wij een sterke geur, spreken wij vaak over een infectie van de darm of verkeerde voedingsgewoonten. Het gevoel is meestal pijnloos. Als wij pijn ervaren tijdens het defeceren, wijst het meestal op aarskloven of aanbijen. Krampen kunnen wijzen op een infectie en die gaan de darmwand toen samentrekken en eventueel ook constipatie. Hier zien we het Bristol stoelgangkaart. Hier kan je zien welke stoelgang normaal is en wanneer wij praten over diarree, wanneer praten wij over constipatie. Constipatie. Dit is dat men gedurende minstens 3 dagen geen stoelgang meer kan maken. We hebben wel drang om naar het toilet te gaan, maar de stoelgang ontbreekt. Oorzaken? We hebben te weinig vocht opgenomen. We eten te weinig vezelrijke voeding. Te weinig beweging genomen. We hebben geen tijd genomen naar het toilet te gaan. En bepaalde medicatie kan ook constipatie veroorzaken, zoals codeïne. De symptomen? Pijn aan de aars en aarskloven, misselijkheid, voortdurend drang om naar het toilet te gaan, maar er komt geen stoelgang. Acties, een arts raadplegen, een klisma uitvoeren, dit is een darmspoeling, dit om de massa te verweken. Stimuleer ook de zorgvrager om voldoende te drinken en te bewegen en geef vezelrijke voeding. Constipatie bij het jonge kind. Ook dit is een verstopping. Er is een vertraagde, harde en pijnlijke ontlasting. Bij kinderen wordt de constipatie bepaald door de vastheid van de stoelgang, niet de frequentie.
Normaal gezien zien wij dat zuigelingen maximaal 10 keer per dag gaan en minimum 1 keer per dag. Oude kinderen gaan maximum 3 keer per dag en minimum 1 keer per week. De verschillen van frequentie hangen ook af van voeding. Geeft men kunstmatige voeding, borstvoeding, dat hangt allemaal vanaf. Zuigelingen moeten zich ook meer inspannen. Als we zien dat een zuigeling het gezicht rood kleurt en dat ze moeite doen om naar het toilet te gaan, wijst niet altijd op verstopping. Oorzaken bij constipatie. Als een kind geconstipeerd is, kunnen we best zo snel mogelijk naar een arts of een kinderarts gaan en dan gaan we eerst de lichamelijke oorzaken uitsluiten. Bijvoorbeeld zijn er aangeboren afwijkingen. De eerste levensdagen kan het soms zijn dat een kind weinig tot geen stoelgang heeft. Is er constipatie na een periode zonder stoelgangproblemen? Dan is dit heel vaak te wijten aan voedingsproblemen. Is er irritatie van de stuit of de anus? Dan gaat het kind de stoelgang ophouden omdat het pijn ervaart. Bij zindelijkheidstraining houdt het kind de stoelgang op omdat het bang is van het toilet. Bij een zuigeling komt constipatie zelden voor. Er kan wel een verandering optreden als de voeding veranderd wordt, bijvoorbeeld dat we overschakelen van borstvoeding naar melkvoeding, naar fruitpap. Raadpleeg een arts als de stoelgang te vast is. Ook als het kind huilt, pijn heeft, klachten zoals braken, koorts, slechte gewichtsevolutie en voedselweigering. Actie. Hoe langer dat de stoelgang in de dikke darm zit, hoe vaster dat deze wordt, omdat er meer water wordt onttrokken. Soms zie je een beetje dunne stoelgang. Dit wil zeggen dat er te veel stoelgang zit in de darmen. Bij jonge kinderen gaan we geen laxeermiddelen gebruiken, tenzij de arts dit doet onder toezicht. Het is belangrijk dat we ons kind meer laten bewegen, relaxatieoefeningen gaan doen en de gedachten wegnemen voor het stoelgangprobleem. Maak niet te veel zorgen als we zien dat er maar een geringe frequentie is van de stoelgang. Raadpleeg een arts indien de klachten erger worden of vermeerderen. Heeft het kind last van verstoppingen? Nogmaals, niet experimenteren met laxeermiddelen of medicatie. Voeg ook geen suiker, meel of olie toe aan de melkvoeding, want deze verstoren het voedingsevenwicht. Diarree. Diarree wil zeggen dat we minimaal 3 keer per dag vloeibare stoelgang gaan produceren. Oorzaken hiervan: infectie, overdaad aan citrusvruchten, aangetaste darmflora door bijvoorbeeld medicatie, een tumor die onze darm gaat afsluiten, waardoor er overloopdiarree is. Overloopdiarree is diarree ten gevolge van constipatie. Een ziekte van Crohn of een spastisch colon kan ook een oorzaak zijn van diarree. De symptomen: een aantal keer per dag waterige stoelgang hebben die heel moeilijk op te houden is. We gaan pijn hebben en kramp in onze buiken, uitdrogingsverschijnselen en koorts. Wat moeten we doen? Voldoende vocht toedienen. Bij koorts onmiddellijk een arts raadplegen. Hebben wij geen koorts en zie je het dan een dag of twee, maar duurt deze langer, sowieso een arts raadplegen, anders kan ons kind gaan uitdrogen. Overloopdiarree. Dit is een constipatie die ongemerkt is gebleven. Dan zien we meerdere dagen vloeibare stoelgang. Dit zijn niet verwerkte etensresten die langsheen de harde stoelgang, die opgehoopt zit in onze endeldarm, het lichaam gaan verlaten. Peuterdiarree. Peuterdiarree komt voor bij 1 tot 4-jarigen. Het is een chronische vorm van diarree. We zien een waterdunne, slijmerige ontlasting met resten van onverteerd voedsel. Overdag kan het kind 4 tot 10 keren stoelgang produceren, 's nachts normaal gezien niet. Het kind is gezond, groeit snel en ontwikkelt normaal. De oorzaken: eigenlijk is er een duidelijk verband met de voeding. Bijvoorbeeld, kinderen met een maag-darmontsteking krijgen vetarme en vezelarme voeding met meer vocht. Hierdoor passeren voedselresten sneller door de darm. De voedingsstoffen worden daarom minder goed opgenomen en zo ontstaat peuterdiarree. Acties: we gaan de voeding normaliseren met de 4 V's: vet, vruchtensappen, vezels, vocht. Vet: we gaan voldoende vetstoffen moeten gebruiken tot en met de leeftijd van 4 jaar. Dit wil zeggen volle melk, zachte plantaardige margarine of olie. Dit is heel belangrijk voor onze hersenen.
Beperk vruchtensappen. Bepaalde suikers verteren moeilijker en veroorzaken sneller diarree. Voldoende vezels innemen via bruin brood, groente, fruit. Vruchtendrankjes beperken. In vruchtendrankjes zitten veel te veel suikers. Geef in plaats van vruchtendrankjes water, thee of soep en maximaal 1 liter vocht per dag. Als het gezonde voedingspatroon hersteld is, zien wij een verbetering binnen de 2 weken. Blijft de diarree duren en komen er andere klachten bij, moeten we best terug een arts raadplegen. De ziekte van Crohn is een systeemaandoening in de darmen met een chronische ontsteking als gevolg. De oorzaak is onbekend. Symptomen: diarree, buikpijn, gewichtsverlies en bij ernstige ontstekingen soms aanwezigheid van bloed in de stoelgang. Wat moeten we doen? Een arts raadplegen. Een stoma. Een stoma is een verbinding van de darm naar de buitenwereld doorheen de huid. Een stoma wordt chirurgisch aangebracht. Oorzaken: ontsteking van de darm, een tumor in de darm of een gekwetste darm door een ongeval, bijvoorbeeld een messteek. Symptomen: de stoelgang is vaster van constructie naarmate de stoma dichter bij de aars wordt geconstrueerd. Hoe verder in de darm, hoe meer vocht er onttrokken is. Aanbijen. Een ander woord voor aanbijen is hemorroïden. Dit zijn gezwollen en of ontstoken aders op het uiteinde van de aars. Deze kunnen inwendig zijn, maar ook uitwendig. Oorzaken: te veel druk zetten bij het maken van stoelgang, lang op het toilet zitten, zwaarlijvigheid of zwangerschap. Symptomen: we zien blauwachtige knoppels ter hoogte van de aars, verlies van vers bloed en zeer pijnlijk bij het zitten en het stoelgang maken. Acties: onze voeding aanpassen. Gebruik voedingsmiddelen die eerder laxerend werken, bijvoorbeeld zoals een appelsien. Geef warme baden om de pijn te verzachten en koude compressen om de zwelling te verminderen. Darmkanker. De omschrijving van darmkanker wil zeggen dat er lichaamcellen die gaan ongeremd woekeren en vernietigen zo het lichaam. Dikke darmkanker is de op één na meest voorkomende kanker bij mannen. Oorzaken: er is geen duidelijke oorzaak. Men houdt wel rekening met erfelijkheid en meestal manifesteert darmkanker zich na de leeftijd van 50 jaar. Chronische darmontstekingen en ongezonde levensstijl kunnen een rol spelen. De symptomen: bloed of slijm in de stoelgang, buikpijn met buikkrampen, veranderde ontlasting, valse aandrang tot ontlasting en een plots onverklaarbaar gewichtsverlies. Acties: neem deel aan het bevolkingsonderzoek dat de overheid organiseert. Als je symptomen herkent, raadpleeg dan de arts.